een nieuwe aflevering van Who's Hanging. Ik doe dat niet alleen. Ik ken namelijk een hele leuke gast. Dat is Rens Polman. Hi. Hoi. Waar kunnen we jou van kennen? Van Drugslab. Van Lieve Bertha kan ook. Misschien van Tinder. Tinder. Nice. Hartstikke leuke jongen. Zet hier even in de comments. Misschien vind je nog iemand. Wie weet. En we gaan een telecom karaoke doen. Spannend. Karaoke klinkt gezellig. Het klinkt wel gezellig. Je belt als telecomaanbieder naar een huishouden om na te gaan of ze ook last hebben van een storing. Om het wachten wat aangenamer te maken, hoort u 10 seconden een klein stukje van een bekend liedje. Als het liedje stopt en degene aan de andere kant weet het nummer nog een aantal seconden af te zingen, dan kunnen er punten gescoord worden. Jij als telefoniste hoort het zingen niet. Dat gaat via de jury op het hoofdkantoor. Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals een jaar lang gratis bellen. Nice! De opdracht is geslaagd als degene die je opbelt meezingt met tenminste 1 liedje. Een jaar lang gratis bellen, dat wil je hoor. Wie wil dat nou niet? Aan de andere kant, wie heeft er nu geen onbeperkte belminuten? Dat is wel waar. Een hele vrolijke opdracht, hou ik van. Ja, hier kunnen echt hele geinige dingen uitkomen. Ja, ik heb er wel zin in. Okay. Wel spannend dit hoor. Ga jij beginnen? Is goed. Oké. Okay. We gaan bellen. En bellen we namens? Gewoon een telecom. Wacht, stop. We moeten eerst een naam hebben waarvan we bellen. We bellen namens de wijkcentrale. De wijkcentrale. Ja. Oké, okay, top. Spannend. Ik heb kriebeltjes. Goedemorgen met Eduard van Balen. Hallo. Ik bel namens de wijkcentrale, want het schijnt dat er in uw wijk wat storingen zijn. Heeft u daar al iets van ondervonden toevallig? Nee. Oké, okay. Het zou kunnen dat dat nog zou kunnen komen. Wat we vaak doen nu is even de lijnen doormeten. En is het goed als ik u heel... Wat is het voor storing dan? Ja, er schijnen wat kabels aangetast te zijn. En daardoor kan het zijn dat uw telefoonlijn er soms uit ligt. Is het goed als ik u heel even in de wacht zet en even de lijnen doormeet? Dan heb ik een wachtmuziekje en een leuke actie vandaag. U krijgt straks een leuk wachtmuziekje te horen. En vandaag is het zo dat als het wachtmuziekje stopt en u weet nog een stukje door te zingen, dan kunt u een jaar lang gratis bellen winnen. Oké. Helemaal goed. Zet ik u even in de wacht, gaan wij even de lijnen doormeten. Ja, hallo, bedankt voor het wachten, ben ik weer. We hebben even de storing gemeten, er schijnt eigenlijk helemaal niks aan de hand te zijn. Oké. Hoe schat u de kansen in? Denkt u dat u gewonnen heeft? Nou, ik weet het niet, ik heb wel een stukje meegezongen. Oké, okay. Maar verder ook qua storing is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. U kunt weer rustig aan de dag beginnen en gewoon helemaal genieten. Oké, okay. Nou, dankjewel. Oké, okay, bedankt hè. Goeiedag. Doei doei. Top, het is leuk. Ze ging ervoor, hè? Ze vond het wel lastig in het begin, want het eerste liedje zong ze niet mee. Huh? Hallo? Ja. Nou, hartstikke leuk. Oh, moet ik. Ik krijg natuurlijk weer zo'n zuurkruim. Oh, dat hoop ik. Ik ga lekker genieten. Nou. Zet hem op, hè. Hi, met Anita. Ik bel namens de wijkcentrale, want er is als het goed is last van een storing bij jullie in de wijk. Is het goed als ik u heel even in de wacht zet? Dan kunnen wij namelijk een meting doen om te zien of uw lijn er ook last van heeft of gaat hebben. Maar ik ben er niet in het gebied waar het om gaat. Dus dat heeft misschien niet zelf zin. Ja, maar het gaat wel om deze telefoon. Omdat wij dan een melding krijgen dat de lijn via deze verbinding problemen heeft. Oké, okay, nou, misschien moet jullie het even met iemand anders proberen. Want het is voor mij op dit moment echt heel onhandig. Oh, oké, okay, dat is helemaal goed, mevrouw. Ja? Doeg. Ja, maar deze... Deze vrouw had gewoon geen tijd. Nee, precies. Moet even ik denk, laat mij met rust. Ik zat ineens te denken, hè. Wij bellen een 06-nummer. Fucking raar. Dat heeft niks te maken met een telefoonlijn. Nee. Deze vrouw kan op Aruba zitten. Die denkt, joh, ik vind het al best met je telefoonlijn. Maar of ik moet inderdaad met een provider bellen. Ja, dus dat je zegt van... De storing op de... Op het netwerk waar u aan verbonden bent. Ja. Ja, nou, te gek hoor. Deze man die klapt er even zinnen uit. Bam. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Ja, met wie? Hi, goedemiddag. Je spreekt met Anita van de wijkcentrale Rotterdam. Er is als het goed is een storing binnen jullie wijk. En wij bellen even rond om te checken. Een storing in onze wijk? Ja, een telefoonstoring. Oh, nou, ik nergens op. Het kan zijn dat het nog op gaat treden. Vandaar dat wij even bellen
en ik u even ga doorverbinden. Van welke provider bent u? Soms van de KPN? Nee, ik ben van de wijkcentrale. Wij hebben overal zicht over wat er binnen de wijk aan storingen gebeurt. Maar, meneer, ik heb wel een heel leuk dingetje vandaag, wat er dan wel bij komt kijken. Ondanks de storing. Ondanks de storing, ja. Ik ga u even doorverbinden met ons hoofdkantoor. Dan staat u gewoon eigenlijk 10 seconden in de wacht en dan kunnen wij de lijn nog een keer checken. Ja, nog even een vraag van mijn kant. Ik word nu doorverbonden, maar dat zijn niet op mijn kosten dat ik zo'n 08 of 09 nummer terechtkom. Nee, absoluut niet. Het is echt gewoon eigenlijk een 10 minuten stilte vanuit onze kant. Waar 10 seconden, sorry, ik hoor mezelf ineens 10 minuten zeggen. 10 minuten? Nee, absoluut. Het kost helemaal niet veel tijd. Maar we hebben vandaag wel een leuke actie. Er komt in de 10 seconden komt er een nummer. En als u die kunt afzingen, dan maakt u kans op een jaar lang gratis bellen. Dat klinkt interessant. Dat is natuurlijk te gek, hè, meneer? Maar even voor de goede orde, ik ben niet zo'n type. En welk nummertjes zijn dat? Ja, dat is... Dat... Niet van de Beatles of zo? Nee. Ik ben helemaal geen fan van en ook niet van de Rolling Stones, want dan gooi ik hem gelijk op. Nee, absoluut niet, meneer. Het zijn hele kenmerkende nummers. We kennen ze eigenlijk allemaal. Ik hoor u verder ook niet. Eigenlijk hoort alleen één iemand via de hoofdcentrale u. Dan ga ik u nu 10 seconden bij mij in de wacht zetten en dan spreek ik u over 10 seconden weer. Ik zal het best doen. Helemaal te gek. Oké. Hallo meneer, ik ben er weer. Ja? Nou, wij hebben ondertussen de storing gecheckt en u bent helemaal storingvrij. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Dat is hartstikke fijn. En u wordt vanavond teruggebeld of u de winnende kandidaat bent. Ja, ik ben gewoon zenuwachtig ervan, weet je dat? Nou, wat te gek meneer, wat goed. Ik ben blij dat ik u aan de lijn heb mogen hebben vandaag. Bedankt. Nou, in ieder geval, ik wacht in spanning af. Helemaal goed meneer, dan wens ik u een hele fijne dag. Hey, dankjewel. Hey, groetjes. Doeg. Deze man is fantastisch. Zo vet. En hij is zo cute. Ik ben verliefd op hem. Ik moest er ook helemaal. Ik begon helemaal van te trillen. Ik dacht, die schat, wat goed. Eerst dacht hij wel echt. Met wat bel jij mij? Maar totdat ik dacht, totdat ik zei ik heb een prijs, toen dacht hij, nice. Dat wil ik. En hij heeft het echt goed gedaan. Nou, applaus voor deze man. Echt te gek. Ik vond het leuk. We hebben het allebei eigenlijk uiteindelijk hartstikke goed gedaan. Vond het leuk dat je er was. Ja, vond ik ook. Gezellig. Vonden jullie dit nou ook een hele leuke en schattige aflevering? Doe dan even de duimpjes omhoog en abonneer je op dit kanaal. En ook op die kanaal. Ja, leuk. Lekker doen. Doei. Doei. De meeste dromen zijn bedrog.